Yo mensen van Xbox Gamers, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag in deze video gaan we een beetje serieus zijn, want er is iets fucked ups gebeurd in mijn leven. Het fucked upste van het fucked upste in mijn fucking fucked up leven. Maar er is iets heel ergs gebeurd en jullie hebben het al zien in de voorintro. Ja, ik heb een brief ontvangen. We gaan eventjes de brief grondig lezen. Dit is hier de mooie verpakking van de brief. Dit is hier de mooie brief van de politie, ja. We hebben die gekregen en dat was echt wel fucked up. Dus, als je hem open doet, dan zie je hier een mooie brief. Dus, het is de mooie brief. Ik zal die eens lezen. Dus, wat verwachten ze? Dat het eerste wat ik ga zeggen, ik weet niet waar we een brief hebben gekregen. Want, ja, we hebben het niet gedaan, maar ja, allee, toch niet dat ik weet. Er staat op, bij je betreft, dus informeel onderzoek naar vandalisme in leegstaande gebouwen. Leegstaande gebouwen, oké, ja, we hebben daar van dat rusthuis. We zijn van dat rusthuis daar geweest. Maar vandalisme, hell no. Ik heb toch niets gedaan. Of er anderen iets hebben gedaan qua vandalisme, I don't know. Maar ik heb in ieder geval niets gedaan. Ja, ik weet niet wat dat erop staat. Lees dan de boon. Ja, oké, dat rusthuis. Maar vandalisme, ik heb toch niets gedaan. Maar oké, we gaan even doorlezen naar de brief. Het volgende wat er ook op staat is... U zal gehoord worden over de feiten die u ten laatste... lasten kunnen worden gelegd. Meer betaald om bezoek in zaak opzettelijke vernielingen. Oké, ik zeg het eens, ik heb niets kapot gedaan. Of er allemaal iets hebben gedaan, I don't know, maar ik heb nog niets gedaan. En binnen dingen onbewoonde gebouwen, ja oké, dat wel van dat rusthuis. Die vernielingen, daar heb ik toch niets van gedaan. Indien u op de stelle dag en u niet kan aanwezig zijn, liever contact op te nemen. Dus we moeten eigenlijk, ik moet 11 februari naar de politie om 9:25. Are you fucking real? Ik dacht dat het maar om 10 uur was en om 9:25. Ik moet om 9:25. Oh my god. Zo vroeg, man. Ja, maar. Wat is er allemaal gebeurd? Ik weet het niet. Maar hopelijk komt het goed. En Oké. Ik zit vast. Denk ik. Nee, grapje. Clickbait, bitches. Maar hopelijk komt het allemaal goed. Gebeurt er niets ernstigs. Dus ik heb nog niets vernieuwd en ben aan de gebouw binnen geweest in dat rusthuis, maar toch niets vernieuwd. En dat was een beetje mijn verhaal. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Ik hoop dat er niets fucked up gebeurt, dat alles mooi blijft zoals het is, dat de wereld mooi in orde blijft, dat er geen oorlogen uitbreken en dat alles gewoon rustig en wel blijft. Ik hoop dat het goed komt en dat er niets ergs is. Maar we hebben binnen geweest, maar we hebben niets kapot gedaan. Dat geef ik jullie zeker mee. Dat beloof ik jullie, dat heb ik echt niet gedaan. Wel binnen, maar niets kapot gedaan. Dus hopelijk komt het allemaal goed. Hebben jullie genoten van deze korte praatvideo? Laat dan zeker een like achter. Je was misschien wel wat slechter dan ons, maar dit is een beetje een serieuzer video. Dus laat like achter van mijn social media. Abonneer op mij. En dan zie ik jullie in de volgende video. Dus, tjallas!